In Werkendam is de eigenaar van de scheepswrakken in het haventje aan de Keizersguldenwaard begonnen met het wegslepen van de wrakken. Rijkswaterstaat heeft eerder deze week een dwangsom van 5000 euro ingesteld voor elke week dat de wrakken er nog liggen na donderdag 26 juli. Het wegslepen gaat niet heel erg gemakkelijk. Het water in de vertakking van het Steurgat staat namelijk erg laag. Daardoor liggen de halfgezonken boten in de modder. Toch wist de eigenaar ze van hun plek af te krijgen. De eigenaar weet nog niet hoe lang het gaat duren voordat alle wrakken weg zijn. Hij geeft wel aan dat ze nu naar de sloop gaan.